Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Koop. Het is maandag, 3 uur, de hoogste tijd. Super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe receptvideo. Vandaag gaan we Cajun kip maken uit de oven. En wat we er allemaal voor nodig hebben, dat vertel ik jullie straks. Oké, wat hebben we er allemaal voor nodig? Uiteraard kip. Ik gebruik kippendijen. Ik heb 4 stuks met bot erin. 2 stuks rode uien, die gaan we zo meteen snijden. 4 tenen knoflook. 3 paprika's. Gemixte kleuren. Ik heb 2 rode, 1 gele. 4 eetlepels yoghurt. 4 eetlepels Cajun kruiden. 4 eetlepels acetobalsamico, dat komt zo meteen. Ook 4 eetlepels olijfolie. En uiteraard zout. Ik gebruik wederom zeezout. Oké, dan gaan we beginnen met maken. Ik ga zo meteen de kip in de ovenschaal leggen. Ik ga de uien, rode uien in vieren snijden. Ik ga de paprika's in grote stukken snijden. En dan gaan we alles in de ovenschaal zien. Alles in de ovenschaal doen. En hoe dat gaat, dat zien jullie zo meteen. Kijk, ik heb alles zoals jullie gezien hebben in de ovenschaal gedaan. Hè. Ik heb een klein beetje het recept onderwijl aangepast. Ik heb 1 rode paprika en 1 gele paprika erin gedaan. Ik heb de andere paprika achterwege gelaten. Want ik vond het te veel paprika worden. Dus op laatst nog besprenkel met 4 eetlepels acetobalsamico zoals jullie gezien hebben. En jullie kunnen ook zien dat de yoghurt er dan niet bij zit. Die gaat er later bij. Ik heb de oven voorwarmd op 180 graden. En ik ga nu eerst dit ongeveer een half uurtje garen op 180 graden. Dan ga ik de kippendijen eruit halen. Dan splash ik een beetje de knoflook lekker doorheen, dat de sappen eruit komen. Dan meng ik de yoghurt er doorheen. Dan gaan de kippendijen terug. En als we dan vanavond gaan eten, dan gaat alles nog even een kwartiertje in de oven. En daarna kunnen we lekker eten en eet je het heerlijk met rijst of met brood, wat je zelf wil. Maar voor nu gaat hij even een half uurtje in de oven en dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Zo, dit was weer de video van deze week. Heerlijke Cajun kip. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie van haar genieten. Vergeet niet even duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Hè. Het is helemaal gratis. Kost je helemaal niks. Dus liken en abonneer even mijn kanaal. En dan zien we elkaar volgende week maandag weer. En misschien de week daarna nog een extra videootje. We gaan het zien. Bedankt voor het kijken. Doei doei.